Hoe zit dat nou eigenlijk? Welke voeding verhoogt het libido van mannen? Eieren of oesters? Geen van beide. Nee, echt. Het is een fabel dat je zin krijgt van oesters en eieren. Net als van champagne, asperges, chocolade en honing. Amandel en granaatappel zouden een erectie bevorderen, maar ook daarvoor is geen bewijs. Het is ook moeilijk te onderzoeken natuurlijk, want hoe meet je lust? Placebo kan hierbij een grote rol spelen. Je denkt dat je een werkzame stof krijgt en die gedachte is zo sterk dat je meer lust ervaart. En is dat erg? Niet per se. Het kan zelfs een probleem oplossen. Maar helemaal risicovrij is het ook weer niet. Sommige stoffen of supplementen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zoals de Spaanse vlieg, een berucht middel. En er zijn kruiden die niet zo lekker gaan met bepaalde medicijnen. Maar een 7-gangen-diner met oesters, eieren, champagne, chocolade, honing, amandel en granaatappel. Nou, dat kan verder niet zoveel kwaad. Zeg, have fun! Voor al je eetvragen ga je naar voedingscentrum.nl. Beter weten, beter eten.